Yo, ik ben Dennis, ik ben Deinske en welkom bij een nieuwe episode van GTA 5 Funny Jobs, episode 66. Ik heb net deze job gestart met iets van 15 mensen of zo. Was niet te doen, want het was een contact race. En laat ik even een korte samenvatting geven van wat dit voor race is. Het is met monster trucks, het is met wall rides en je gaat de parkeergarage in. Dat gaat niet samen als je met 15 man een parkeergarage in moet met mond. What the fuck, mijn auto slit? Wat? Wat is dat nou weer? In ieder geval, dat gaat niet lukken als je met 15 man een parkeergarage door moet. Waarbij de deur zo smal is. Dus. Dus ik heb even de job overnieuw gestart. Dit is echt een hellhole. Oh, kut. Hier staat ineens een random container ding, Tom. Dat zie je niet als iedereen voor je rijdt. Wat ik eigenlijk niet snap is, waarom zijn die mensen niet gewoon weg? Ik bedoel, ik heb er toch niets mee te maken. Haal ze gewoon van mijn beeld af. En dat is soms best irritant, want dan zie je niet wat eraan komt. Maar dit deed ik net dus als contact race, hè. Dan kun je wel een beetje inbeelden hoe verschrikkelijk dit moet zijn. No, ik ben mijn eigen party verlaten. What the fuck? Oh! Oh, shit, shit, shit. Het is dus een race met wall rides en monster trucks. Ik was enorm benieuwd. Ah, nee! Fuck you. Ik was enorm benieuwd hoe dat zou samengaan. Dus, we zullen het zien. Ik sta weer bijna laatste. God damn it. Ik heb de job zelf nog niet eerder gedaan. Ik heb 2 laps. Ik is de... Oh! Oh! Fuck hell! Ik ging bijna achterover. Oké, we zitten in het water. Zeg alsjeblieft dat je eruit kan. Please. Zeg dat je eruit kan rijden. Yes! Dit is echt een bende. We zijn nou nog maar met 9 mensen over. Net met 11. Oh. Yes! We zijn er overheen. Eindelijk. Oh, jezus. Dit is echt... Dit is zo frustrerend. Die dingen rijden. Kut, man. Monster terug. Up. Mijn doel voor deze race is... Top 3, dat is eigenlijk altijd wel. Ik denk dat we het wel kunnen. Alleen, ik kan echt niet rijden. Holy shit. Dit is fucking bruut. Let's go. Mop, mop. Ah! Nee, 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 nee. Nee. Ik sta tweede, ik stond eerste. Niemand kan die stunt halen. Oh my god. Dat is zo typisch aan GTA, hè. Je kunt keihard achter staan. En vervolgens gewoon weer bovenaan. Omdat niemand die stunt kan halen. No, yes, I did it. Oh, no, 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 no. Oh my god, een wallride. Oh my god. Oh my god. No, dit is fucking sick. Eén iemand dit is gehaald. Damn. Dit is echt fucking epic. Oh, ik ben zo blij dat dit geen contact race meer is. Dit was echt een hellhole geweest als dit contact race was. Oh, oké. Come on, come on. We can do this. Het probleem met monster trucks is ook dat ze... Oh, what the... Fuck! Is dat je met de achterwielen stuurt. En dat is heel raar, dat ben je niet gewend. En ik denk dat dat ook wel een beetje... Oh shit, ik zie helemaal niks, jongen. Iedereen die in mij rijdt. Wat? Oh, oké, dan spring ik er schuim. Het probleem is dus dat je bent dan niet gewend met gewone auto's. Dat je achter kan sturen. Dus ik denk... Oké, okay. Het is een non-contact race. En nog vliegt mijn auto gewoon letterlijk de lucht in. Oké, okay. Yep. Nee, prima. Prima. Oh, come on, yes. Oké, zal ik in first person gaan? Ik weet niet of dat dan slim is. We zullen het zien. Oh, 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 oh. Oh nee, dat is een checkpoint. Ah, zo close. Ik stond weer tweede. Eén iemand heeft hem volgens mij net gehaald. Waarom spawn ik zo ver terug? Dit is cheaten. Het lijkt zo simpel, jongens. Het lijkt zo... Oh, wacht. Nee, laat maar. Het is misschien ook simpel. Nee, niet meer. Fuck you. Wat doe ik verkeerd? Wat doe ik verkeerd? Mijn auto die vertikt het gewoon. You got to be kidding me. Zeg alsjeblieft dat dit gaat lukken. Ja, ja, ja. Yes, checkpoint. Eindelijk. Oh, no, no. Wat staat nou voor ik? Yo, je bent een... Oh, shoutout, shoutout. Hier heb je shoutout. Oh, godverdomme. Ik moet niet naar die chat kijken. Ah. Oké, dit ziet er dus niet makkelijk uit. Hè. Of, oh, nou, wacht. Laat maar. Het is... Het is veel makkelijker dan het lijkt. We staan in vierde. En we zijn weer vijfde. Ah. Oh, kunnen we het halen, kunnen we het halen, kunnen we het halen? Nee! Ik kan er niet springen. Ik stond heel even vieren. Heel eventjes. Oh, waarom span ik hier? Ik wil gewoon recht voor de ding spannen. Ik sta... Nou is zesde, nee! Net vierde, nou is zesde. Ik kan niet eens fatsoenlijk... Oké, let's go. En spring! Volle snelheid en ik haal het nog niet... Nee! Dat weet je niet! Dat weet je niet! Hij kan het gewoon niet. Zeg niet dat ik weer zo belachelijk span. Ja, en hij niet. Hè? Hij spant op een goede plek. Nee, prima. Prima. En ik span op zo'n idiote grafspot. Oh.
Dankjewel. Mega Jeff. En we halen hem nou wel. Dat moet. Yes, eindelijk. Let's go. Zesde. We kunnen dit, jongens. De comeback. De comeback. Het is 2 laps. En ik denk dat dit nou 1 lap is. Of nog hier niet. Dan moet je daar volgens mij onder zo'n ding doorrijden. Oh, we moeten nog veel verder om. No. No. Hoe moeten wij rijden? De main. Dit is veel langer dan ik had verwacht. En dan is hij de fin. Yes, oké, mooi. Start, finish. Yeah. Lap nummer 2. Ik wil echt geen 6 eindigen. Ik ga er alles aan doen om op zijn minst 4e te worden. 4e vind ik prima. Ik hoef geen 3e meer te zijn. Dat zie ik niet meer gebeuren. Ik blijf zo lang hangen bij die vorige stunt. Ah, dit is fucking bizar. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk zou zijn. Maar ik was vergeten dat monster trucks met die achterwielen sturen. In plaats van met de voorwielen. Of eigenlijk volgens mij met beide. Voor- en achterwielen. Ik sta 5e. Dat is goed nieuws. Ook al klopt er geen zak van. Dat komt omdat je dichterbij bij die checkpoints bent dan die persoon voor je. Eigenlijk klopt er niks van. Holy shit! No, 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 no. Yes, checkpoint. Oh, mijn god. Ik sprong fucking ver. Draaien, 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 draaien. Yeah! Oké. Okay. Hier bleef ik net ook fucking lang hangen. En nou kan ik er weer niet op, hè. Dat is gewoon belachelijk. En... Yes! Goed zo. Goed zo. We staan 5e. We staan 5e. Ik zie dat mensen voor me rijden. Dat is waarschijnlijk een goed teken. Als ik hem kan inhalen. Doel, doel, doel. Dit is ons doel. Come on. Wij kunnen dit. Als we het nu in 1 keer halen, zeg alsjeblieft. Ik faalde net zo bijzonder hard. Ik wil gewoon nou goed doen. Yes. Yo, what the fuck? Ik sta 3e, man. Nou, niet meer. Mijn auto vloog de lucht in. Heb je zulke grote banden? En dan nog vliegt de lucht in door een klein, weet ik veel, drempeltje of zo op de baan. Oh, 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 oh. Nee! Stuur, ik zweer het, ik stuur. Oh, doe die ook maar. Ja, nee, is goed. Ja. Yep. Prima. Ik heb er net eigenlijk niet op gelet of er al mensen gefinished zijn. Ik ga er vanuit van wel, maar ik zou het niet weten. Ik sta nou 5e. Zeg alsjeblieft dat jullie falen. Please. Oké, okay, jullie falen. Yo, no, no, no! Fuck you. En ik sta weer 3e, dus er zijn nog steeds een hele hoop mensen niet gefinished. Dit is... Oh, yo! Yo, what the fuck? En ik sta laatste bijna. Ik sta 8e. Dan komt dat iedereen telkens faalt en weer achter elkaar spannen. En dan sta ik weer 6e. Maar dit is zo raar. Oh, 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 oké. Okay. Iemand is 2e gefinished nou pas. Holy shit, die heeft er ook lang over gedaan dan. Oké, okay, dit wordt hem, dit wordt hem, dit wordt hem, dit wordt hem, dit wordt hem. Dit wordt hem niet, nee! Dit staat 3e. Ik wil zo graag 3e worden. Dit moet hem worden, dit moet hem worden. Yes, yes, jongens. Yeah, als we dit nou gewoon goed doen, hè, dan eindigen we 4e. Alsjeblieft zeg dat niemand achter mij... Nee, nee. Volgens mij heeft iemand het gehaald. Nee, dat meen je niet. Net het moment als ik het haal, dan haalt iemand anders het ook. Zeg dat hij naar beneden geflikkerd is. Zeg het, please. Yes, hij is naar beneden geflikkerd. Oké, let's go. Let's go. En checkpoint. Yes. Come on, op naar de volgende checkpoint. Come on, yes. Oh, dit wordt een spannende finale. Dit wordt een spannende finale. Come on. Oh mijn god. Dit wordt zo spannend. Ik wil geen 5e worden. Waarschijnlijk... dat ik dadelijk de scherp stuur en dan een rondje tol. En hij is sneller dan ik. Hij kan sneller rijden. Like de video en abonneer, jongens. Nou zie je het van iemand anders. Oh. Come on. Zijn auto is sneller dan de meiden. Oké, okay. come on. Bochtenwerk. Yes. Please. Dit is de bocht, jongens, waar het allemaal om draait. Snap je hem? Omdraait, bochtenwerk. Ah. Yes. We zijn nog 4e geëindigd. Oh mijn god. Dit was echt een verschrikkelijke race. Ik vind het leuk om te doen. Alleen het is zo frustrerend. Serieus. Iedere keer dat je auto gewoon op die wallride ineens raakt en al wegvliegt ofzo. En je ziet ook helemaal niets, want je spant allemaal in elkaar. Het was in ieder geval een leuke race. Een keer wat anders. En ik had nog meerdere monster races gezien. Dus binnenkort gaan we meer van dit soort dingen doen. Want ik vind het wel grappig uitzien. Dus we zullen straks wel zien. In ieder geval de eerste race is 4e. Ja, is niet heel erg mooi. In ieder geval hebben we nog 2 andere races. Die gaan we nou doen. Dus tot zo. De tweede race die wij nou gaan doen is een GTA race. En dit ziet er enorm vet uit. Maar dit met 15 mensen GTA, alsjeblieft. Zeg niet dat mensen dit gaan verkrachten. Ik hoop echt dat niemand dit gaat verkrachten. En wat ik daarmee bedoel is... Oh, dat iemand gaat uitstappen dan. Oh, what the fuck moet ik heen? What the fuck? Wat is de bedoeling?
Moet ik dan rechtsaf of linksaf? Ik heb geen flauw idee. Oh, ja, ik heb de checkpoint niet eens. Oh, mijn rotte meenie. Wat? Dit is zo random. Dit is echt, dit is een trollrace. Dat kan ik je wel vertellen. Ik kreeg laatst de reactie. Yo! Wat een zelfmoordterrorist. Hij rijdt tegen me aan. Blaas me op. Ik kreeg de reactie van doe een keer trollrace. Nou, volgens mij is het een vrij trollachtige race. Iedereen ging er vooruit. Maar moesten we helemaal niet heen. Yo! Voltreffer. Nice. Ik sta 12. Ik sta zo ver achter. Ik kreeg helemaal de verkeerde kant op het begin. Come on. Blaas iemand op. Yo! Oké. Waar moeten we heen? Moeten we nou linksaf of rechtsaf? Ik ga de hele tijd linksaf. Oké. Daar is de bedoeling. Dit is zo onduidelijk. Waar moet ik heen? Waarom doe ik dit soort races? Dit kun je niet eens een race noemen, want niemand weet waar je mee doet. Of in ieder geval alleen ik, dat kan ook. Oh, goddammit. Het maakt niet uit, maar ik heb deze race dus met 5 laps gedaan. 5 fucking laps. Oh, yo, ik reed er iemand in. Heb ik nou een checkpoint gehaald? Oh, nog niet. Zeg alsjeblieft niet dat je me opblaast. Nee. Ik wou schieten met rockets. Had ik geen rockets? Zeg alsjeblieft niet dat ik onderaan sta. Nee. Ik sta weer helemaal hier. Oh, dit gaat fout. Dit gaat fout. Oh. Nee. Fuck you. Ik kan je nou alvast vertellen. Dit vind ik geen leuke race. Echt waar. Oh mijn god. Je wordt van alle kanten gebeukt. Ik heb mijn god geen flauw idee wat er allemaal aan de hand is. Niet opblazen. Please. Niet opblazen. Oh, godzijdank. Eindelijk. Dit is de eerste keer dat ik mijn checkpoint haal. Dit is de eerste keer. Ah, nee. Doe me eraf. No. Ik zei 11. Er is al één iemand gereed, Squid. Dat was te verwachten. Waar de fuck moet ik nou weer heen? Moet ik nou weer terug naar beneden? Oké. Dit is zo onduidelijk. Dit is zo onduidelijk. Waar is de checkpoint dan? Waar is de volgende checkpoint? Oh! Yo! Oké, we hebben de checkpoint. Goed zo. We komen terug in de race, jongens. De comeback is real. 11e. Ik heb geen idee hoe ver ik achter sta. Ik heb nog niet in beeld gehad dat iemand mij een lap heeft ingehaald. En dan kreeg ik wel bij die monster race, dus... Ik weet niet of dat iets nieuws is of niet. Oké, ik sta 10e. We komen er wel. Oh mijn god, deze race is zo belachelijk, jongens. Ik had hier geen GTA race van moeten maken, denk ik. Oh mijn god. Het parcours is al bizar genoeg. En dan krijg je daarnaast ook nog al die mensen die elkaar proberen op te blazen. Continu. Dat is echt onvoorstelbaar. Oh, no, ik zie niks. Ah! Yo! Fucking hell, zoveel explosies. De achtste. Ik rij gewoon vrolijk door. Dip. Oké, come on. Niet opblazen. Please. Don't kill me. I'm friendly. Oké, goed zo. The comeback is on. Ik weet ook niet waarom je die boost zou willen hebben. Het is alleen maar irritant als je je boost hebt. Dan ga je veel te snel. Maar kijk maar, dan ga je echt belachelijk snel. Oh. Yo! Ik doe mijn boost. Ah, checkpoint. Yes, ik sta 7e. Come on. Oh, shit. Oh, fuck. Ik wou hem opblazen, maar ik had weer boost. Dat is zo irritant. Ik wil rockets, jongens. Ik wil ook een boost. Dit is serieus echt wel een dolle race, hoor. I like it. Helaas, weer mis ik die checkpoint. Oh, ik heb hem opgeblazen. Helaas zal ik hier door de playlist sowieso niet gaan winnen. Oh, nee! Want ik sta 7e en ik moet minstens 2e worden of zo. Denk ik. Is iedereen gewoon... Proberen elkaar op te blazen of proberen ze ook echt de race te rijden? Ik heb geen idee. Sorry. Ik sta vijfde. Come on. No, mijn auto. Nee. Ik zweef. Oké. Oh, yo. Ik weet niet wat daar gebeurde. Draai om. Yo, tanks. No, niet tanks. Je blaast me nou kop. Ah. Ik vertrouw hem niet. Hij heeft rockets opgepakt. Oké, we staan nog steeds 6e. Vind ik raar. Hij heeft me ingehaald. Dus of hij rijdt een lap voor of hij rijdt een lap achter. Yo, hij probeert hem op te blazen. Oké, geef mij de boost. Boost. Goed zo. Of boost, rockets. Ik had boost. Oké, ik heb eigenlijk het idee dat ik deze looping helemaal niet hoef te nemen. Maar, oh ja, wacht. Je hebt die checkpoint daar nodig. Yo, jongens. Oh, ik heb iemand opgeblazen. Ik sta 4e. Dit is zo bruut. Oh, jongens. Ik zal de playlist in de beschrijving zetten, zoals altijd. En gaan spelen, jongens. Want hij is fucking epic. En, oh, jongens. Dit is echt zo dol. Zoveel drama. En ik heb politie achter me aan. Oké. Dat is nieuw. Oh, what, yo! What the fuck was dit? Ik rij onder de map.
Oké, prima. Dan weten we dat ook weer. Uh-oh. No. Checkpoint. Hij heeft rockets. Meneer voor mij heeft... Oh, hij schiet mis. Oh, wat een held. Yo. Houdoe. Oh. Oh, ik rij iemand aan. Ah! First person. We staan derde. Ik heb weer iemand aangereden. Oh my god. Hoeveel laps was dit? Dit was 5 laps volgens mij. Ik weet niet hoeveel laps we nou al gehad hebben. Zo, weer rockets. Oh! Yo! Wow! Oké, come on, boom! Oei! Nee! Nee! Oh, wacht. Nee, die springen niet uit! No. Nee, mijn auto mag niet weg! Oké, Houston, we got a problem. Ik ga naar die checkpoint toe rennen. Zeg alsjeblieft niet dat ik aangereden hoor. Please don't kill me! Ik heb mijn auto verloren. Checkpoint! Nee! Nee! Echt een centimeter voor die checkpoint word ik gewoon opgeblazen. Boost, because I can. We waren zo goed bezig en nou ineens dit. Oh yes, checkpoint. En we staan weer derde. Wow, ik heb 3 kills! Holy fuck, wat gebeurt er daar? Oh mijn god, ik heb geen idee wat er allemaal aan de hand is. Echt waar, het is één groot raadsel voor mij. Ik sta alleen wel 4, dat vind ik jammer. Net zonder het derde en ik dacht dat wij eigenlijk weer terugkwamen. Wauw. Oké. Nee. Bitch. Jij motherfucker. Dit is de laatste lap waar we nou mee bezig zijn. Dus dit is de lap, jongens. Deze telt. Deed je dat nou expres of ben je gewoon raar? Oké, come on. We can do this. Mooi. Heel mooi. Oh, die is niet mooi. Ik sta weer derde. Er rijdt iemand achter mij. Oh, zo blij dat ik daar niet naar beneden flikkerde. Anders was ik helemaal gerespawned. Waar is eigenlijk... wat is eigenlijk 1 lap? Nee! Nee! Hoe kan ik dit nou falen? Dat meen je niet. Hoe kan ik dit nou falen? Dat heb ik zo vaak gedaan en nou faal ik hem gewoon. Oh, ik sta nog steeds derde. Ah, laat maar staan weer. Ik was zo blij. Oké. Alsjeblieft niet falen. Nee! Oh! Oh, de checkpoint. Oké. Come on. Jij rijdt sowieso voor, maar jij bent nummer 3. Dat mag niet. Nee! Weer 4e. 2 races op rij 4e. Oké. Dit kun je ook gewoon... Dit zijn geen competitive races meer, jongens. Dit is drama. Maar ik vind het wel leuk om te doen. Ik ben benieuwd wat de stand is op het moment in de playlist, want... Volgens mij is gewoon iedereen die random door elkaar wint. En is er niet echt iets. Iemand die bijvoorbeeld beter is dan iemand anders. Als je snapt wat ik bedoel. Het is gewoon fucking good look. In ieder geval, ik zie jullie bij de laatste race. Dus tot zometeen. Jongens, ik sta momenteel op een gedeelde 3e plaats. Dus deze race wordt zo belangrijk. Dit is in ieder geval weer een stuntcoaster op Fort San Cudo. Heb ik laatst ook al eentje gehad. Alleen dit is zeg maar een nieuwere versie daarvan. Dus volgens mij niet heel spectaculair. Meestal als je gewoon gas blijft geven, dan komt het wel goed. Dus ik hoop dat dat nou ook het geval is. Oh, ik heb hem alweer op non-contact gezet. Want 15 mensen, dat is te veel voor een gewone race. Het liefst heb ik meestal gewoon ongeveer 7 of 8 man of zo. Want dan kun je nog een beetje normale race rijden. Maar 15 is gewoon echt te veel. Dat is belachelijk. En, oh nee, ik kan zeggen, moet ik hier nou die wallride doen? Want die heb ik eerder wat gedaan, maar dat is deze niet. Oh, rem. Oh, yo! Oh, als ik daar over de hek in reed, dan was ik fucked. Of loop mijn auto over de kop. Maar zoals ik al zei, ik heb dus nu gedeelde 3e plaats. Want ik had 2 keer 8 punten. Checkpoint. 2 keer 8 punten. En die andere die had volgens mij 12 en 6. Of 12 en 4, weet ik veel. 12 en 4 als het goed is. Dus dit is zo fucking belangrijk. Ik weet alleen niet wie dat was. Anders had ik nou in de gaten kunnen houden. Zolang die persoon achter mij bleef, was het allemaal goed. Maar ik heb geen idee wie dat dus was. Oh. Het fijne aan races met zoveel mensen is dat niet één persoon telkens wint. Dus je hebt nog altijd kans als je gewoon 2 keer 4e wordt. Dan kun je in principe de volgende race of de playlist alsnog winnen. Oh, die was lelijk. Wie zet daar nou ineens zo'n ding neer? Oh, jij helpt me niet in. Zijn auto sneller. What the fuck? Ik snap dat nooit, jongens. Waarom zijn mensen auto's al sneller dan de mijne? Oké, let's go. Come on. You can do this! Oké, ik heb geen idee wat er aan de hand is. Maar gewoon gas blijven geven, dan komt alles goed. Yo, dat was close.
Come on! Yeah! Ik sta eerste. Oh, dat voelt goed, jongen. Als je zo'n stunt doet, zonder te crashen, dat voelt echt bijzonder goed. Maar dit is 2 laps, trouwens. Had ik dat niet verteld? Ik heb 2 laps gekozen, leek me al het leukste. Dus nou moeten we terug Fort Sancudo inkomen. En dan nog een keer. Oh, die wallride halen. Ik wil nou niet falen, jongens. Ik wil echt niet falen. Jump! Woo! Dit is zo fucking vet. Wat me trouwens opvalt is dat we geen leger achter ons aan hebben. Dat is op zich wel fijn. Dat was echt een bende. Vooral bij die wallride daar. Als je daar het leger achter je aan hebt, die gaan gewoon stilstaan voor die wallride. Dan ben je gewoon fucked. Dan kun je niks meer doen. Dan is het afgelopen. Ik heb serieus ook een best wel grote voorsprong. En als ik tweede word in deze race, dan is er voor mij in principe nog niet heel veel aan de hand. Dus dat is op zich wel gunstig. Want de tweede rijdt nog dicht achter mij. Maar, oh, maar de derde die zie ik niet eens rijden. En shout-out naar Ino. Ik weet mijn god niet wie Ino is, maar shout-out, jongen. Helemaal fantastisch. Oh, ik voel me nou echt... Ik voel me nou goed, joh, als je zo ver voor rijdt. Alleen als ik dadelijk 1 keer faal bij die wallride, joh, dan is gewoon alles weg. Alles voor niets. Deze race had denk ik ook wel als contact race gekunnen. Maar ja, na al die races die we hiervoor hebben gehad, dacht ik eventjes een lekker rustig raceje erbij. Daar ben ik persoonlijk beter. Ik kan redelijk goed race games. Alleen GTA, dat is natuurlijk weer een iets andere categorie dan gewoon een race game. Dat is gewoon een ellendige, vage shit game of zo, weet ik hoe het wil noemen. Het is niet echt racen. Het is, er komt zoveel geluk bij kijken, omdat het geen races zijn, maar gewoon echt stunts en zo. Oh. Oké, dit gaat goed. Ik weet zeker, hier moet iets fout gaan. Hier moet ook echt iets fout gaan. Ik durf gewoon niet te kijken. Dit bedoel ik! Ik durf gewoon niet te kijken! Snel, draai om! Oh nee. Zal ik dit kunnen in zijn achteruit, denk je? Zeg alsjeblieft dat ik kan. Oh. Is achteruit! Nee! Ik kan niet zo slecht tegen. Waarschijnlijk sta ik nou 4 of zo. Dat zijn de risico's van het vak. Ja, ik zei het. Ik sta 4. Ik zei het. Dat meen je niet. Dit is zo hatelijk. Oké. Ik sta mijn eerste. Oh. En nou ineens kan mijn auto gewoon geen enkele wallride meer. Dan kan dit niet meer. Ah, de frustraties. De frustraties zijn zo hoog. 7e. Een hele lap eerst rijden. En dan rij je nou 7e. Why? Dat deuntje, dat doet het hem dan wel weer. Ik haat dat geluidje, maar het klopt wel. En nou doet het weer niet. Wat is dat? Nou, ik kan hem niet meer. En oké, goed zo. Derde plaats. Dat teken ik voor. Nee, weer doet je het niet. Wat is dit? Iedereen faalt hier nou. Hoe kan dat? Hoe kan dat ineens iedereen hier nou weer faalt? Dat haal je niet, want dat haalde ik net ook niet. Nee. Hoe kan het? Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk, gek? Gaan wij hem nu halen? Ik sta weer 2e. En weer gewoon niet. Ik begrijp het niet. Ik begrijp het echt niet. Hoe kan dit? Wat is er aan de hand met die wallride? Dat gewoon niemand hem meer kan halen. Iemand heeft hem gesloopt. Nog 2 andere mensen zijn volgens mij voorbij de wallride. Dus als het goed is, kan ik hooguit 4e worden. Nou ja, dat is dan het enige nog wat we kunnen bereiken. Please. Weer, ik begrijp het niet. Mijn auto heeft er geen zin meer in. Misschien als we het zo doen. Wawa. Als we vooruit gaan. Please. Yes! Yes, en nou lukt hij wel. Oké. 5e. Hooguit 5e. Dit is... Nee, donkere, zwarte dag in mijn leven. Nee, diep van binnen, jongens. Diep van binnen ben ik aan het huilen. Diep van binnen ben ik aan het huilen. Oh! Oké, waarom jij stopt weet ik niet. Ik ben benieuwd wat de einduitslag is geworden. Ik ben serieus heel erg benieuwd. Ik had zo gehoopt dat ik deze race zou winnen. Het leek er in eerste instantie ook op dat dat zou gebeuren. Nope. We zullen het zo meteen zien. Ik zie je zo meteen. De einduitslag is nog niet bekend, maar we hebben sowieso een kleine troostprijs. Ik had de snelste laptime. Niet dat je er iets aan hebt, maar dat is in ieder geval sowieso iets. En wie had dit verwacht? We zijn uiteindelijk nog 2e geworden in de playlist. Oké, daar teken ik voor. Daar ben ik serieus blij mee. We hebben gewoon elke race 4e geëindigd.
En dat klinkt op zich best slecht, vierde. Maar vierde van 15 man is op zich best wel prima. Ze zijn dus tweede geëindigd in deze playlist. Daar ben ik blij mee. Ik hoop in ieder geval dat jullie de video leuk vonden. Als je de video leuk vond, laat alsjeblieft een like achter. Weet jullie leuke races, tweet ze dan via Twitter naar mij. @Denniske. En met twee N'en en twee H's. Dat iedereen typt hem nog verkeerd. Waarom typen jullie Dennis met één N? Why? Maar in ieder geval, ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe video. Dus tot dan en houden we.